Donna. Ik spaar papaya's in de vorm van een penis. Wat de kankerfuck, jongen. Ik heb nog een fragment voor je. Lieve Donna. Oh, nee. Ik zou u uit alle eerlijkheid iets moeten opbiechten. Jij stinkt. Er was een periode waarin ik heel erg twijfelde aan onze relatie. Wat wil je zeggen? Hou je bek dan! En in deze periode ben ik in de fout gegaan. We all know what time it is. Ik heb seks gehad met Bert. Ik kan geen nee zeggen, dat is mijn probleem. Ik kan geen nee zeggen. De reden waarom ik dit nu aan u vertel is... Ik ben hartstikke dronken. Ik vind dat we beiden moeten ontdekken waar het juiste probleem zit in onze relatie. Ja, voor mij is het gewoon heel duidelijk. Het spijt me echt heel erg. Fijn voor je. Ik hoop bij deze boodschap dat jij de connectie aangaat en dan spreken we elkaar op het laatste kampvuur. Ik hou van u. Zo, ik ben gelukkig. Ja. En dan is mijn onzekerheid het probleem. En dat is ook zo. Sorry, maar dan zijn het toch echt een klootzak, hè? Waarom zeg je dat nou? Dan zijn er echt gewoon slecht van binnen, hè? Komt jij hier een beetje op tv zeggen van ja, zij is dit, zij is dat. Oh, zij heeft veel problemen. Toch is het zo. Ben je altijd 100% voor hem gegaan? Ah, nee, natuurlijk niet. Je kan hier in de hoogste boom gaan zitten, daar in het water gaan liggen of in het vuur rieren. Boeit me echt niet meer. Dat is een hele kinderachtige opmerking. Ik hoor ook gewoon supergaal van u als je dat doet. Ja, sommige dingen zijn gewoon echt vies. Dat is een droom van aan mijn lap aan de sky. Dat is een droom. Waar jij de lat? Kunnen spreken van een gezonde relatie. Ik vind u zelf grappig. Ik ben al fucking 6 maanden gestopt met mijn pil voor hem, maar het lukte niet. Ja, althans... Dat hoop ik. Ik ben blij dat ik niet zwanger ben, want die voortpalm. Ja. Zijn we dus ook echt. Ik voel me echt vies, hè. Ik ben al blij dat ik geen SOA of zo heb. Hè. Voor de verrassing, ik heb nieuws voor jou. We zijn gewoon allemaal speels met elkaar aan het worden. Je bent iedereen ook wat beter te leren kennen. Ik kan er eigenlijk echt niet omheen. 12 seconds later. Kom, loop mee, loop mee. Ik kan het ook niet meer. Vind jij het totaal niet verdiend? Ik zou heus niet het hele verhaal van hun relatie weten. Echt niet. Aan iedere kant zit een onderkant. Wat, vriend. Voila, wees duidelijk. Ja toch, ik zweer. Ugh. Kom eens wat dichter. Kom eens wat dichter. Ja, kom maar dichterbij. Jij bent fucking een hoerenloper. Zo lossen wij dingen op. Hij is zo dom, die is alles kwijt. Alles, hè. Zelfs de meubels. Die heeft geen enkel van die meubelstukken betaald of zo. Die is alles kwijt, hè. Hey, they make a public one. We need to see the one. Ik wil daar gewoon ineens mee naar de notaris gaan en alles uit de voeten doen. Wat zeg je nou? Alles uit de voeten doen. Ik snap niet wat wij dan eerst nog op het laatste kampvuur samen zouden moeten bespreken. Dat versta ik niet. Wat gaan we tegen elkaar zeggen? Vuile tyfushoer, godverdamme. Ik bedoel... Eeuw, je hebt op een andere gezeten. Ik heb daarna deze en kleren waarschijnlijk gewassen, hè? Ja, dat vind ik mensonterend. Ik wou dit echt al 20 minuten, maar dat lukte niet. What the fuck, waarom kan ik niet zo goed slikken, man? Ja, weinig ervaring of zo. Oeh, wat? Niks kijk. Te weinig, maar je denkt echt dat fucking... ik kan zeggen, Kevin, Bert mijn enige lief is of zo. Ja, ik ben ook wel eens 1 keertje gepijpt. Ik lust niet meer jou! Ik weet niet zo goed wat ik net gezien heb. Als je tijdens yoga deed, zei ik ook meteen dat je eigenlijk meer met chick aan het sporten was. Oh, boehoe. We hebben geen relatie, we hebben helemaal niks. En dan ben je nu al zeg maar boos alsof ik een relatie heb met jou. Daar hou ik gewoon niet. Nee, maar dat zei ik ook. We hebben geen relatie. Maar ik vind het gewoon leuk om mij op date te gaan en dat ik jou beter leer kennen. Ja. Een hele vermoeiende man. Ik ben hier echt niet klaar voor. Hij is dus wel serieus. Serieus? Nee, ik ben echt super bang voor wat ik ga zien, sorry. En dat is ook de achterliggende gedachte van het programma. What the fuck? Nu ligt er nooit naast. What the fuck? Onze afspraak was niet om in de kamer te komen. Nee! Ik vind het echt niet kunnen wat hij doet, nee. Jezus, man! Maar onze afspraak is om niemand op je kamer letten, waarom? Dat kan, maar je kan ook normaal doen. Jesus, what the fuck? Ja, what the fuck? Sorry, what the fuck? What the fuck? Ja, what the fuck? Jij verdient echt zoveel beter. Denk het niet.
We zaten gewoon te eten op bed. Eten? Het was eten, of course. Yeah. Of course. Yeah. Kijk met je lelijke ogen die naar boven gaan. Je zegt eerst ja, de Playboy komt eruit. En dan yeah. Nu zegt maar deze afspraak. Sorry, maar als hij echt gewoon dit doet. Nee, ik hoef hem nooit meer te zien of spreken. Echt niet. Maar jij vindt dat normaal? Ik denk dat zijn ouders ook echt gaan lachen. Van nee, dit. Je ruilt dit in voor dit. Je gaat toch ook niet. Van een Ferrari naar een Citroën of zo. Dat zeg je toch niet over jezelf? Nee, dat doe je niet. Maar waarom zijn Hilde naar hier gekomen? Wat was er in? Voor de film. Ik vroeg om antwoorden. Nou, ik denk dat ik die hier wel ga krijgen. Ik denk dat alles wel heel duidelijk gaat zijn. Volgens mij maak je weer eens van een mug een olifant. Wat ga je doen met de hondjes? Laten inslapen. Ik merk dat er toch een beetje een deprimerende sfeer hangt. No shit, Sherlock! Aileen, hoe gaat het met jou? Dit gaat weer heel lang duren. Oh, sorry dan. Ja, het is wel altijd beter gegaan. Meen je dat nou? Ik had gisteren een beeld gezien. Ik dacht eigenlijk dat het een grap was. Maar mijn fotolijstje ging af vanochtend. En toen was het geen grap meer. Oh, daar moet ik ook niet om lachen. Maar het is gewoon echt zielig. Ik voel me echt heel, heel naar. Super veel pijn. Ik snap gewoon niet waarom. Zei ik, wijf, hou nou eens een keer op met je aandachttrekkerij. Ach, lieverd. Ik zou hem zo graag willen spreken. En willen vragen waarom. Als het maar niet te laat is. Waar ben je mee bezig? Je moet even je bek houden en dan geef ik een klein poffetje op je neus zo. Wat nou als hij zegt, ik ben daadwerkelijk verliefd op haar. Dit is gebeurd, alleen ik zou graag met jou verder willen. Hoe sta je daar dan in? Is dat voor vraag? Je zou dan niet bereid zijn om nog samen te werken aan het feit om jullie relatie weer te verbeteren. Nee, nee, nee. Na deze gevoelens die zijn ontstaan. Flikker dan, man! Wat vind je wel een beetje uitstraalt als zij in mijn ogen kijkt of naar mij kijkt, is van, lekker chocolaatje. Het is de meest gaye shit die ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik heeft ze recht om te doen wat ze wil. Ja, ik vind niet dat zij zich nu moet gaan inhouden voor iemand die twee keer naar de prostituee is geweest. Wat? Ja, dan neem ik sowieso op date. Want ja, we zijn de enige twee die echt gewoon op een niveau zitten. Mm-hmm. Van mensen met een verstandelijke beperking. Laat ze de wezen hier vandaag doen. Ja, ik ga hem uitbreken. Wat is mijn relatie staat? Ja. Wanhopig. Ik ben toch zo gezegd single nu, dus fuck you. Fuck you. Fuck you. Ik heb nu die ervaring gehad dat iemand totaal geen rekening houdt met mij en echt gewoon scheid heeft aan mij. En ik zit hier, te kakken. Bertie, je hebt een heel zwaar temptation-avontuur al gehad tot nu toe. Maar als ik jou nu zie staan, dan heb ik wel het gevoel dat je echt bevrijd bent. Ik voel mij ook zo. Ja. Ik heb zoveel gespoten. Ja, en dat voelt super aan. En dat snap ik, en hoef je niet voor te schamen. Je hebt natuurlijk een eerlijke, maar wel heel pittige boodschap naar haar verstuurd. Hoe denk je dat ze daar specifiek op gereageerd heeft? Ze zal sowieso wel heel gekwetst zijn. Dat doet altijd pijn om daarover te denken dat zij gekwetst is, want dat meisje is heel goed en ik heb heel veel respect voor haar. Ik heb seks gehad met iemand anders. Ik heb het gevoel dat ik iets verkeerd heb gedaan en dat hij mij daar nu oppakt, maar ik zou echt niet weten wat. Mannen, voor het kampvuur gaan jullie nog op dubbeldate. Bert, jij gaat met Efraïn. En Nico gaat met Wouter. En uiteraard mogen jullie ook allemaal een dame uitkiezen die jullie zal vergezellen. Jammer. Ik heb een geweldig uitzicht. Het is echt waar. Ik heb een geweldig uitzicht. Ja, wat Bert, moet ik zeggen? De Playboy. Ja. Wow, wat is dit? Ik zie alleen maar billen die bewegen. Selfies. Ik vind je een supervrouw, hè? En dat had ik misschien begin van de week helemaal totaal niet. En van mijn kant ja, is dat nu. Kennen, hè, ja. Is dat nu echt. Echt volledig open. Dat meen ik echt. Niet te doen, dit. Ik vind Bert een toffe kerel. Niet direct mijn type, maar dat zou wel een goede vriend kunnen worden. Jammer! Klinkt misschien raar, maar ik ken dat graag. Een mooie vrouw naast me. Mm-hmm. Ik vind dat leuk. Eentje naast je nu? Ja. Qua uiterlijk, ja, zei jij voor mij de mooiste die erbij zit.
Ik vind het gewoon supergezellig mee. Mm-hmm. Dit is echt heel ongemakkelijk. Daar echt op springen. Om Donna te knuffelen, ja, ja. Nou, dat weet je wel. Ik hoop niet te zien dat ik op een of andere manier het gevoel terugkrijg dat ze me terug wil.